uiteindelijk op dat podium die spanning opbouwen en dan de verkeerde winnaar uitroepen. Ja, maar ja, het kan iedereen gebeuren, zelfs de beste. En Robert ten Brink is één van de beste die we hebben. En hoe het komt, weet je niet. Het kan redactioneel verkeerd aangeleverd zijn. Maar daar gaat het niet om. Hij heeft iets van, ik sta er, ik ben degene die dat zegt. Dus ik pak ook de blame aan het eind van de rit. Maar dat het ook nog kinderen zijn die heel blij maakt met een overwinning. Dat je dan moet zeggen, jongens, ik heb me vergist. We hebben Robert vandaag gesproken. Vreselijk. Die sowieso naar de finale gaat. Kit Infusion! Sorry? Oké. We hadden voor deze eerste show bedacht dat het misschien wat frisser zou zijn om de uitslag wat in te dikken. En het resultaat is eigenlijk geweest dat het allemaal veel langer duurde. En dat ik in die end het verkeerde kaartje voorlas door alle hectiek op dat moment. Ik ga jullie vertellen dat wat ik net heb verteld niet klopt. Het is echt waar. En dan schrik je natuurlijk verschrikkelijk, want dat is het laatste wat je wil. De sfeer was bedrukt, want het is niet leuk. De enige feestvreugde die er te bespeuren was, dat was bij die drie kandidaten-acts natuurlijk. Want die sprongen een gat in de lucht. Nou, ja, hij doet het wel gewoon goed ook, hè? Hij gaat er wel voor staan, snap je, en hoe het verder gekomen is. En gelukkig is alles goed afgelopen dat de jury de enige juiste beslissing heeft genomen. Nou, hier staan dus drie acts. De gemiddelde leeftijd is 11 als ik alles optel en met elkaar aftrek. Dat is best jong eigenlijk. En daarom is het ook extra knap dat jullie het zo ongelooflijk ver hebben gebracht natuurlijk. En dat betekent nog steeds, en dat hoort er nog eenmaal bij, dat één van jullie drieën direct gaat afvallen. Ik heb hier op mijn kaartje de namen staan. En allereerst ga ik direct dus noemen wie van jullie de winnaar is van vanavond. Wie heeft van het Nederlands publiek de allermeeste stemmen gekregen? Diegene, die naam die ik nu ga noemen, zit dus nu rechtstreeks in de finale. Die winnaar is Angelique! De Gilder! Denk aan je stem. Angelique zit in de finale. Hartstikke gefeliciteerd. We zien jou over 4 weken terug. Ga even bijkomen. Ja, en dan is het vanaf nu dus jurywerk. Want Leanne, Marieke en Kim, jullie gaan van de jury horen wie volgens hen die finale plek verdient. En dat wordt een hele zware taak, denk ik. Nou, ik zie ze al een beetje zitten. Nou, ja, wat moeten we nou? Want ja, Gordy, je zei het al, we kunnen eigenlijk niet kiezen. Ja, dit is verschrikkelijk. Ja. Ik vind het heel vervelend om iemand van 9 jaar te moeten vertellen van dat. Nou, wacht even. Ik dacht dat je al begon met je oordeel. Nee, ik weet niet, wie wil je als eerste? Nou, ik wil vragen aan Patricia of jij als eerste wil vertellen wie volgens jou die finale plek verdient. Want daar komt het op neer. Dus ik wil graag de naam horen van degene waarvan jij vindt dat die naar de finale moet. Nee, ik vind dit niet leuk, hoor. Ik vind dit echt niet leuk. Er zijn 2 kinderen eigenlijk. Maar het zal toch moeten? Nee. Oh, nee, ik kan dat niet. Kunnen ze niet alle 2 gewoon bij hoge uitzending? Het zal toch moeten. Nou, sorry. Kan dat niet? Luister, lieve mensen, it's a nasty job, but someone's got to do it. Ik ga jullie vertellen dat we nog maar 1 finale ticket hebben. 1 van deze 2 acts. En ik wil het nu van jullie horen. Dan, can we do this? Dat is ze liever. Ja. Oh, nee, ik hoor. Vind dat je dit... Dan wil ik jullie vragen het niet al te lang te maken. Ja. Want de spanning stijgt weer. Okay. Patricia, wie gaat er naar de finale? Nee, ik vind het verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik vraag het aan Christina. Zeg het maar tegen mij. Patricia. Christina. Patricia.
Ken moet naar de finale. Patricia. Volgens, ik heb het aan mijn dochter gevraagd, dus het zijn twee meningen. Maar die zit niet in de jury. Nee, jij zit in de jury, maar ik wil jouw mening. Belangrijk. Nee, dan gaan ze alle twee huilen. Ze gaan alle twee dadelijk huilen. Nee, dat willen we niet. Jongens, doe maar een lol en zeg het even. Oké. Lieverd. Kim. Kim gaat naar de finale, Ik durf niet te kijken. Ga snel naar papa en mama. Ga snel, liever. Papa en mama staan hier aan de zijkant. Applaus voor Kim. Die gaat naar de finale, nee, schat. Toch? Nee, niet doen. Robert. Hoeft niet. Robert, wij moeten nog stemmen, hè? Oh, sorry. Ja, natuurlijk. Hij is... Kim, ja, kom eens. Dit is helemaal... Ik ben ook helemaal van slag. Nee, dit kan niet, jongens. Ik ben helemaal van slag. Ja, maar dan gaan we ze alle twee nemen. Dit ze staan allemaal te huilen. Maar hij gaat naar de finale. Nee, ja, hij stuurt hem. Hij stuurt hem weg. Ja, ik ben zo nerveus. Ik zeg, nou, Kim, ga maar naar de finale. En zover is het nog niet. Ga maar naar de finale. Voor mij mogen ze ook alle twee. Nee, oké. Kom maar even. Dan, wie gaat er naar de finale? I'm gonna put all the pressure on Gordon and I'm gonna say Liana. Van Dem gaat naar jou. Ja? Wat ga je nou doen? Ja, nee, maar jongens, dit kan toch niet? Ik ga één ding zeggen. Ja, maar dit vind ik... Ik ga één ding zeggen. En misschien is het best belangrijk om te zeggen voor jullie. Want de spanning komt er nu ook uit. Hè. Het is niet alleen dit moment. Jullie hebben knalhard gewerkt. En je staat hier in een liveshow. En jullie hebben natuurlijk verschrikkelijk je best gedaan. Het feit dat jullie hier staan... Dat is waanzinnig knap. Dat kan geen enkel kind in Nederland, alleen jullie. Dus het feit dat je hier vanavond staat, dat is werkelijk waanzinnig, liefers. Dus we gaan het even kort houden. Ga ik het heel kort houden. Wij als jury van Holland's Got Talent besluiten dat ze alle twee naar de finale gaan. Poppele, poppele, pop.